Een groep werknemers van de Economische Controle Dienst van het ministerie van Economische Zaken heeft vanmorgen een petitie ingediend bij vicepresident Ronnie Brunswijk. De groep onder leiding van Hendrik Cariosemito en Ileen Kromekario-Cross zegt dat minister Walden niet goed communiceert met het personeel van de afdeling. Belangen van ons, van de Economische Controle Dienst, worden niet behartigd. We hebben vaker met de minister willen vergaderen, zowel de bond. Maar op den duur hebben we het zelf in handen moeten nemen, want er komt niets van terecht. En we kunnen niet zo lang wachten. We hebben er eerst een maand, het is 2 maanden, een week en nu zijn we weken en een half jaar verder. En we kunnen dan niet zo verder gaan, want tenslotte zijn wij de spit van het ministerie. Toch? En we gaan overal, we zijn landelijk, toch? Met alle controles en alle gevaren die we in het veld ook moeten ondergaan. Maar we krijgen niets van de minister gedaan en dat kan zo niet. Cariosemito zegt dat de werknemers een gesprek willen met minister Walden. Ze verwachten dat ze een open oor heeft voor de situatie. De werknemers hebben het gevoel dat ze al maanden aan dovemans oren praten. Zoals overuur, laatst afgelopen zaterdag is een collega van ons gekomen aan het vallen. En dit is een notitie van de leiding, begrijpt u? En dat doet ons zeer pijn, zeer pijn. Ja, dus over waar onze collega recht op heeft, zo lang, begrijp je, is te lang. Zijn er nog meer punten die u graag aangehaald ziet? Ja, zoals vervoer enzovoort, begrijp je. Dus een vordering, alles. Dus in 2-3 jaar hebben we niks gehad. En dat kan zo doorgaan toch. Wij hebben gemeen deze statement vandaag schriftelijk aan u te overleggen, omdat dinsdagmorgen een poging van ons schrijven aan de minister van Economische Zaken te overhandigen, wij genegeerd zijn en ons de toegang tot de bewindsvrouwen is geweigerd. Ondanks voortdurende aandringen. Op een gegeven moment is gedreigd door de veiligheidsmannen buiten de ruimte te laten zetten. Maar als handhavers en dienaren van de economische delicten, tevens burgers vallende onder de Surinaamse overkoepelende grondwet, onze verantwoordelijkheid kennende, kozen wij zelf te vertrekken. In de petitie zijn de pijnpunten opgenomen waarmee het personeel van de Economische Controle Dienst zit. Verder is aangegeven dat het personeel zich gedupeerd voelt. De vicepresident beloofde contact te zullen opnemen met de hoofdverantwoordelijken van de afdeling.